Yo mensen, de opdracht begint rennend, maar we hebben nog maar 1 minuut en dan begint de show, dus we gaan even rennen. Ja, welkom bij deze nieuwe aflevering. Let's go! Maar Lars, wat gaan we eigenlijk doen? Nou, we gaan proberen bij het wapen van Ravelijn de show te gaan kijken zonder dat we geld hoeven te betalen. Ja, zoiets. We zien gewoon. En ja, we moeten echt snel zijn, man. Oké, jongens, dit is de weg naar het wapen van Ravelijn. Yes, de deur is open. Yes, de deur is open. We gaan gewoon naar binnen sneaken en we zien wel wat er gebeurt. Oké. Oké, let's go. Oh ja, even nog. Verborgen camera modus als we naar binnen gaan. Let's go. Hey, daar zijn de mensen al. Oké, kut. Daar zijn mijn gastheren, weet ik veel, obers. Eerst kom ik aan de achterstaan. We zijn binnen. Oké. Het doek gaat naar beneden, Wow, ik kan het. Opstakkaas. Hopelijk zien ze het niet. Koude ziek. Kijk, daar is gewoon die draak. Joost, waar ben je? Antwoord. Joost, waar ben je? Dus als je niet op tijd bent voor Ravelijn, we hebben voor de duidelijkheid geen kaartje, hè. Even serieus. We hebben geen kaartje. Als het nou fucking druk is in de zomeravonden en je hebt geen kaartje, omdat het nog, omdat het daardoor te druk was, ga dan gewoon hierheen. Blijkbaar kan het gewoon. What the fuck? Oh, daar komen de vogels. Let op. Woei! Wow. Oh, daar staat die ene vrouwtje. Hoe heet zij? Alena. Oh, die bas, jongen. Dat is echt niet zo goed, hoor. Zo gaat het. Dat gaat helemaal als je in zo'n föhn blaast. Mooi. Huilen. Nou mensen, mijn GoPro is bijna leeg. Dus als ik dadelijk ineens van beeld heb veranderd, ander soort structuur beeld, dan weten jullie hoe het komt. Dan ben ik gewoon met mijn telefoon aan het filmen. Die heeft ook een fucking goede camera. Het is de S6 van Samsung, dus daarom. Kijk, daar komen ze gewoon. What the fuck? Hey, we zitten hier gewoon. Of ja, zitten, staan. Ik weet echt niet of dat dit mag, maar schijt. We hebben gewoon schijt aan, we doen het gewoon. Ja, ja. We hebben schijt aan de overheid. Nee, dan niet. Ja, misschien een beetje. Fucking ziek dit, jongen. Oké, een valk. Ja, graaf Olaf komt eraan. We kunnen hem helaas niet zien vanaf hier. Misschien wel vanaf daar. Weet, gaan we daar zitten, Lars? Of kan dat niet? Maar dan zei ik misschien, is daarachter kwamen mensen van de bediening. Maar maakt niet uit. Ze zeggen er niks van, gelukkig. Dat wij hier zijn. Ik weet niet eens of dat mag. Zei ik net ook al, maar dat boeit niet. Ik zie die wachter daar staan. Maar ja, die wachter die staat er te springen. What the fuck? Kijk dan. Ik weet niet of je het kan zien daar. Dat gat. Ik ben er klaar voor. Net SpongeBob, man. Wij komen nu vol me vrij. We blijven daar ook nog even zitten. Als de show is afgelopen, als dat kan. Want dan kunnen we kijken of dat alles wordt opgebouwd of iets. Kijk, daar heb je Olaf. Ah, mooi is dit. Kan nu gewoon. Nou, Alina gaat nou afgevoerd worden. Ik weet niet of je het een klein beetje kan zien. Wacht, ik zal even door daarnet heen gaan filmen. Dat is misschien beter. Kijk, daar gaat ze. In de ding. Oké, ik ga wel doen als... ja, trouwens, dat is nou al. Wee! Houdoe! Doei! En hij is op, jongens. Maar, ja, nou gaan we hier gewoon... Oh, ik zal even scherp stellen. We blijven hier nou gewoon net zo lang zitten. Ja, tot we eigenlijk weg worden gestuurd. Misschien mag het wel gewoon, weten we niet. We zien het allemaal wel, jongens. Maar we blijven in ieder geval zitten. Kijk naar die vogels misschien. Oh ja, dadelijk. Nou komen de vogels, als het goed is. Ja hoor, de vogels. Mooi! Kijk wat deze telefoon kan, scherp stellen.
even wisselen en zo. Kijk, nou is het publiek. Gaan we nou proberen de draadje te krijgen. Nou hebben we het draadje. Mooi! Nou jongens, iedereen van het publiek gaat weg. De show is afgelopen. Wij blijven hier zitten, of niet? Of niet? Zeker. Kijken wat er gebeurt. Mensen, het is nou de tijd 14:53. Ja, ik zeg wel de tijd weer als er iets gebeurt. Kijken hoeveel tijd er tussen zit. Ja, dat zal ik wel even doen. Kijk weer op het draadje als het lukt. Oh, gaan we dat lukken? Ja hoor. Alina komt al van de toren af. Het is 1 minuut later dan net. Dus ja, 54. Waar is ze nou? Komt ze nou naar ons toe? Of waar gaat ze? Oh, oh, hey. What the fuck? We gaan hier iets doen. Zo'n man die net naar binnen... Ja, die man daar. Die nou weer naar binnen gaat. Die zat net met eten omhoog te gooien in zijn hand zo. Dus misschien komt er nou een of ander beest aan vliegen. Een vogel of zo. Of iets anders. Dit vrouwtje staat ook met zijn handschoen. Dus waarschijnlijk zijn het vogels. Ze zit allemaal kom te roepen. Ja, kam, zegt zij dan. Dus waarschijnlijk ja, zijn ze buitenlands, dus niet Nederlands. Dan noem ik het maar gewoon buitenlands. Of de naam van dat dier. Of dat kan ook, de naam van dat dier. Maar dat denk ik niet. Wat gaat ze doen? Hij is dit Olaf. Aan zijn schoenen te zien en hij heeft zo'n wetsuit aan dat hij het niet te koud krijgt. Wacht even inzoomen. Kijk, zie je dat wetsuit ding? En die laarzen, oh, die zijn van Olaf toch? Ja. Nou, dan is dat Olaf, de natte Olaf. Kijk, je ziet daar gewoon de bijltjes en zwaarden van hun liggen. Oh ja, de gehandicapte mensen in een rolstoel. Dus ja, die mogen nou weg. Oké, we zijn nog steeds niet weggestuurd. Ik denk dat die draak naar beneden gaat. Ja, dat kan best wel zijn, ja. Volgens mij wel nog wezen hier ofzo. Oh, hier. Op het dak zit ook al best. Wacht hier, ze roepen. Hier is Olaf, de droge Olaf. What the fuck? Ik ga foto's maken, denk ik. Mooi. Oh, eten, eten. Zo deed hij dat net ook. Om dat beest te lokken. Oké, hij gaat hem halen, de vogel. Hij zit hier ergens. Ik weet niet waar dat beest zit. Ja, ik weet niet waar dat beest zit. Hij zei hier ergens bovenop. Waar? Ja, denk ik. Ze gooit hem daar heen. Oh ja, ja, hier is een vogel. Misschien zag je net een vleugel. Kijk, nou weer. Daar, daar is hij. Daar komt hij. Ja, ja, beter. Beter, kom. Ja, vlieg nou maar, kutbeest. Oh, die beesten zijn groot, gek. Die snavel. Dat is echt niet gezond. Ja, vlieg nou maar naar dat vrouwtje toe. Ik zit hier mijn geheugen te verneuken, man. Gek. Half minuut later, hij is nog steeds niet gevlogen. Volgens mij heeft hij geen honger of zo, maar oh, hij is al gepakt door zijn medewerker. Misschien door de... Hey, een paard. En nog een paard. Hé, hey, dat was een... Wat? Dat was een... Oh, dat weet ik niet hoe jij is. Misschien is dat wel zo'n ruiter die getraind zijn. We kunnen hier ook naar binnen kijken. Zullen we dat eens doen? Ja, dat gaan we doen. What the fuck? Dit is gewoon een of andere gekke stal voor de paarden. Die zit dus onder de tribune. Ik dacht al dat die daar zat, want ja, waar de fuck zou die anders kunnen zitten? Ja, de paardenstal. Ik denk dat het ook wel gekund, hoor. Ja, oké, misschien daarachter, maar daar staat de droomvlucht al, man. Oh ja. Het begint te regenen of zo, man. Ik weet niet wat het is. De draak gaat omlaag, volgens mij. Of tenminste, hij beweegt. Ik denk dat ze al het water af en toe. Nee, of hij gaat gewoon naar zijn nulstand, want het is toch een machine. Dat hij eerst helemaal uit moet en dat hij daarna in zijn nulstand gaat. En dat als hij pas in zijn nulstand is, oftewel nulstand betekent eigenlijk ruststand, dat hij dan pas naar beneden kan. Want zo stond hij net niet, volgens mij. Net stond hij met zijn hoofd naar beneden. Oh, ja, ik de poten klappen in. Ik zal inzoomen. Dit wordt echt zo'n lange video, jongen, maar dat maakt niet je uit. Je hebt ook een Olaf. Het is wel interessant. Is dat een Olaf? Ja, dat is Olaf. Oh ja. Aan die broek te zien. Oh ja, dat is de... Oh ja, dat was die ene natte die daarop stond. Ja. Die daar, die Olaf met die broek. Geen idee wat er gebeurt. De poten zijn nog steeds aan het inklappen. Gaat naar beneden, jongens. Zie je dat? Kan ik nog verder? Sowieso. Ik zit pas op de 3 inzoomen. Ik kan tot de 8. Maar vanaf 4 wordt het beeld slechter, dus daarom... Ah, scon. Oké, jongens, we lopen nog even daarin kijken of dat ze iets zeggen. Ik hoop het niet. Doei, we gaan hierheen. Kijk, zie die gast daar? Die is kleren. Kijk, wacht. Oh, zo gaat het sneller. Kijk, daar liggen zijn kleren. Die heeft hij net uit die ton gehaald. Kijk, daar gaat de vogel. Oh ja, daar gaat de vogel. Maar die kleren, die heeft hij net eruit gehaald dat die
ja, die uit worden getrokken, zeg maar. Kijken. Wat gaat hij ermee doen, wou ik zeggen. Maar toen klikte ik op de knop dat hij uitging, maar dat maakt niet uit. We wachten hier gewoon tot de weg wordt gestuurd of zo. Oké, we gaan gewoon het restaurant in. Geen idee hoe het eruit is, ziet. Ik ben er eigenlijk nog nooit geweest. Ik heb al een paar foto's gezien. Oké, we gaan eerst hierheen. Zo. Ah, dat is wel netjes. Nou, deze kant op. Restaurant of zo. Hallo. Dat waren dus de koks. Oh, hier kunnen we ook nog heen, joh. Oh. Mensen, we wouden dus net daar achterheen lopen, maar dat mocht niet of zo. Want ja, het was gesloten daarachter blijkbaar, dat zei hij toch? Ja. Zoiets. Dus ja, we blijven gewoon nog heel even staan, want ik begin me echt wel te vervelen hier. Dus ja, gewoon goeie. Mensen, dit kasteeltje wordt teruggereden of zo. Tenminste, net dan. Ik weet niet of dat jullie het zagen. Wat gebeurt er? Helemaal niks. Ik zeg wel als hij weer gaat rijden. Ja hoor, daar gaat hij weer, zoals je kan zien. Het kasteel wordt teruggereden. Of kasteel, de toren eigenlijk is het meer. Nou, gewoon mooi. Nou mensen, dit was de opdracht. We zijn niet weggestuurd of zo. Kijk, het is nog gewoon daar. Het verbaast me eigenlijk wel dat we niet weggestuurd zijn. Jij ja, niet? Dat verbaast me eigenlijk ook wel. Dus oftewel, de conclusie. Heb je geen kaartje, is het veel te druk. Dat je daardoor geen kaartje kan krijgen. Ja. Ga dan gewoon naar het restaurant toe. Ja. Dat hebben we voor jullie weer even uitgevonden dat dat gewoon weer kan. En ja. Doe like, abonneer. En dan checken wij jullie. Houdoe. Hey. Ik kijk altijd daar, omdat daar de camera is en hier een scherm en zo. GoPro is daar niet, dus daarom. Houdoe.